PSV heeft de gewenste spits binnen. Tim Matas, hier scorend in Eindhoven, komt naar PSV. Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Eigenlijk zijn we gisteravond, laat op de avond, akkoord gekomen met SC Groningen. Ja, dan moet je een aantal praktische dingen in het werk zetten. En dat betekent dat vanochtend twee artsen naar Slovenië zijn gevlogen om Tim daar te keuren. Omdat Tim in het trainingskamp zit voor de nationale ploeg. Dat is op dit moment aan de gang. Met Tim is verder een contract overeengekomen voor 5 seizoenen. Met Groningen is dus alles akkoord. Dus als ik nu de komende uren het groene licht krijg van de medische keuring, dan is dat een feit. En vanuitgaande dat dat allemaal goed komt, een gezonde speler van een jaar of 22 geloof ik, ja. Dan heb je dus de gewenste spits binnen. Ja, het is een lange, moeizame zoektocht geweest. Van de ene kant kijk je naar de kwaliteiten, naar de toekomst en zeker ook naar de centjes. En uiteindelijk is dit de keus geworden waar we met z'n allen 100% achter staan. Het zijn zeg maar de dolle transferdagen. Gisteren al tekende de 18-jarige Uruguayaan Ruben Bentancur. Muy contento, demasiado contento. No puedo expresar la alegría. Todos. Mucho sacrificio para llegar acá. Vanmiddag was de 17-jarige Jetro Willems de volgende en net zo gelukkig. Hij komt over van Sparta Rotterdam. Ja, natuurlijk het eerste balen, een basisspeler worden. ISO, op vaste waarde. En natuurlijk derde ster erbij. Willems en Bentancur zijn jongens voor de toekomst. Matas is er meteen voor de eerste selectie. Waar ook spelers verdwijnen. Zeefuik wordt verhuurd aan NEC, Bakal aan Feyenoord. En daarmee is de selectie voor het komend seizoen rond. Ja, dan hebben we de selectie rond zoals we graag wilden. Er blijven 21 spelers over. En Casio dan als vierde keeper bij de 22. En daarnaast hebben we een aantal jonge talenten uit onze eigen opleiding en erbij gehaald die aan de deur gaan kloppen.